Oké, ik heb vandaag weer deze look. Dit is een feestlook, een beetje een kerstachtige look. Of misschien wel voor oud en nieuw. Of ja, voor een gala, een bal, een feest. December is natuurlijk een maand waar we veel feesten hebben. Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Het is gewoon de laatste maand van het jaar. En dat is vaak ook een hele leuke maand. Het is een beetje heftig, maar ik kan natuurlijk altijd een paar dingen weglaten. Als je benieuwd bent naar deze look, hoe je maakt, moet je zeker even verder kijken. En dan kom je erachter hoe jij zelf ook deze look kan maken. Ik begin met een oogschaduwbasis. Dit hang ik gewoon aan over mijn hele ooglid. Dan blijft de oogschaduw en eyeliner veel langer en veel mooier zitten. Ga ik een witte glitter oogschaduw aanbrengen. Dit is een crème oogschaduw, maar ik kan natuurlijk ook gewoon een poeder oogschaduw gebruiken. Dan heb ik een eyeliner. Dit is een stift eyeliner. En mag een best wel dik lijntje zijn. En dan neem ik een glitter eyeliner. En dan breng ik nog een mascara aan. En dan gaan we naar de lippen. Deze kleuren passen gewoon heel erg bij deze look. Een rode kleur is heel erg fel en een roze kleur is wat dichter. Ik vind het persoonlijk met de rode lippen leuker staan. Dan ziet het er gewoon net wat kerstiger uit en wat feestelijker. Maar als je niet zo houdt van hele felle lippen, kan je natuurlijk de roze kleur doen. Ik hoop dat jullie deze feestlook leuk vinden om te zien. Het is nogal kerstachtig, maar zo ben je meteen voorbereid op je kerstdiner, op school of als je uitgaat. Misschien heb je wel een gala of een feest. Daarvoor kun je deze look gebruiken. Ik hoop dat jullie deze feestlook leuk vinden om te zien. Bedankt voor het kijken van de keer. Doei!